Een groep Surinaamse milieuactivisten ziet liever dat de overheid geen samenwerking aangaat met de Braziliaanse regering. Met als trekker milieuactivist Erlan Sleur stonden vandaag verschillende personen voor de kathedrale basiliek aan de Henk Aronstraat, maar verplaatsten zich later naar het Onafhankelijkheidsplein toen bleek dat de presidentiële stoet een andere route had gekozen. Sleur zegt dat de komst van Bolsonaro onvoorstelbaar is. We zijn nog niet eens een schijntje voor Brazilië. De enige reden waarom ze hier zijn is omdat er olie is gevonden en dat zij een weg willen bouwen dwars door onze bossen naar onze havens toe. En daarmee kunnen we zeggen dat dat de nekslag zal zijn voor de Amazone en ook onze bossen. De nekslag voor de longen van de wereld, want de Amazone, hoe je draait of keert, ze zijn heel belangrijk. Daarom zie je wereldwijd protesten, wereldwijd wordt er geroepen naar Brazilië van alsjeblieft bescherm de Amazone. En we zien dat deze man niet luistert. We zien ook laatst bij die klimaatconferentie, waarbij hij last minute allerlei beloftes heeft gedaan dat Brazilië de ontbossing in 2030 gaat stoppen en dat de ontbossing terug is genomen. Nou, de conferentie was nauwelijks afgelopen en de werkelijke cijfers kwamen naar buiten dat de ontbossing vreselijk was toegenomen. Sleur zegt verder dat de ontbossingen in Brazilië zijn toegenomen met ruim 12%. President Bolsonaro staat volgens de milieuactivist toe dat inheemse volkeren en leiders die het Amazone regenwoud willen beschermen, worden uitgemoord. Activist Audrey Esaf zegt dat de overheid niet met Bolsonaro kan samenwerken vanwege zijn reputatie. Dat de president ook weet dat we dit ook niet gaan tolereren. Dat er afspraken worden gemaakt op multilateraal niveau. Dank je voor de correctie. Zonder dat de Surinaamse burgers weten wat er gebeurt. Zonder dat de inheemsen weten wat er gebeurt in hun gebieden. Want het heeft allemaal ook te maken met FPIC. Toch? Free informed consent. Dus dat alles. En als het moet, zullen we misschien weer naar het in samenwerking met de andere inheemsen. Niet alleen van Suriname, maar ook van Brazilië, waar deze schendingen plaatsvinden, zullen we geneigd zijn weer naar het internationaal gerechtshof te stappen. Om deze handelingen te stoppen, aan halte te roepen. ESAF vindt dat de samenwerkingen met Bolsonaro moeten worden stopgezet, indien die al zijn aangevangen. Andere wereldmogendheden zullen de handelingen van Suriname niet goedkeuren als die in de schijnwerper zal staan als zakenpartner van Bolsonaro.